Hoi, welkom bij paella.nl. In deze video maken wij paella met zeevruchten. Voor deze paella gebruiken wij de volgende ingrediënten. Een goede kwaliteit paella rijst. Garnalen, gepeld en ongepeld, langoustines en mosselen. Inktvis in blokjes gesneden. Paprika in blokjes en reepjes gesneden. Peterselie en knoflook gehakt. Een goede kwaliteit schaaldierenbouillon. Geraspte tomaat. Extra virgin olijfolie. En zout. We beginnen deze paella door de paellapan op de paellabrander te zetten en op een middelhoog vuur te verwarmen. We gieten de olijfolie in de pan en als deze warm is, voegen we de schaaldieren in de schaal toe. Dus de langoustines en de garnalen met schaal. Het idee hiervan is dat de schaaldieren even aangebakken worden. Ze hoeven nog niet helemaal gaar te zijn. Maar dat ze alvast wat smaak aan de olie en aan de pan afgeven. En die smaak die is straks belangrijk om een paella lekker te laten smaken. Nog lekkerder te laten smaken. Zorg dus dat de schaaldieren goed contact maken met de olijfolie. Russel ze een beetje lekker door de pan. Als de schaaldieren gaar zijn, of in ieder geval aan twee kanten even gebakken zijn en hun smaak hebben afgegeven, haal je ze uit de pan en zet je ze aan de kant. Straks heb je ze namelijk weer nodig. Dan doen we de inktvisblokjes in de pan en ook deze gaan we even roerbakken. Na ongeveer een minuutje kan je de gepelde garnalen toevoegen en deze ook mee laten bakken. Ook deze ingrediënten geven weer een lekkere smaak, een echte vis- of schaaldierensmaak af aan de olie, aan de pan. En al deze smaken worden straks geabsorbeerd door de paella rijst. Dan mag de knoflook en de geraspte peterselie erbij. Deze kan je ook gewoon los van elkaar toevoegen. Ik heb ze nu samen gedaan met een beetje olijfolie in een bakje. Maar dat mag ook gewoon los. Roer de boel door elkaar. En laat ook dit weer even enkele minuten bakken. Nog even later kan je de paprika blokjes toevoegen. De reepjes hou je nog even aan de kant, die heb je later pas nodig. Probeer je eens voor te stellen hoe dit nu ruikt. Knoflook, inktvis, garnalen, peterselie. Heerlijk.
Als de verschillende ingrediënten even gebakken hebben en een kleurtje beginnen te krijgen, mag de geraspte tomaat erbij. Kijk bij het toevoegen van deze tomaat altijd even goed uit dat het niet te hard spettert of dat je geen spetters op je armen krijgt of op je kleding. Het kan zelfs gebeuren dat je even een klein vlammetje in je pan krijgt door de vetspetters die omhoog vliegen, dus wees hier voorzichtig mee. En bak ook de tomaat lekker mee. Als het meeste vocht van de tomaat verdampt is en het geheel lekker aan het bakken is, dan mag de paellarijst erbij. Deze mag gewoon zonder vocht in de pan gekieperd worden. En meng de paellarijst goed met de andere ingrediënten. Het idee hierachter is dat de rijst alle smaken die nu door de verschillende spullen in het pan zijn afgegeven, dat die opgenomen gaan worden door de rijst. En dat is uiteindelijk al de basis voor een hele lekkere paella. Als de paella rijst na een minuutje bakken al een beetje glazig begint te zien, dan is het tijd om de zeevruchtenbouillon toe te voegen. Bij het toevoegen van deze zeevruchtenbouillon is het ook weer zaak om goed uit te kijken. Je ziet het al hier op de video dat de vlammen van de brander al een beetje groter worden. Dat komt door vetspetters die uit de pan omhoog komen. Wees hier dus voorzichtig mee. Meng het heel goed door elkaar. En zorg er vooral ook voor dat alle rijst goed bedekt is door de bouillon. Anders wordt deze namelijk niet gaar. Als alles netjes over de pan verdeeld is en de paella rijst onder het vocht verdwenen is, dan mogen de schaaldieren die we eerder aangebakken hebben, mogen aan de paella toegevoegd worden. Leg deze schaaldieren gewoon netjes bovenop op de rijst. Dat presenteert het mooiste en maak er een mooie compositie van. Je ziet hier ook meteen waarom het belangrijk is om een paellapan te gebruiken die groot genoeg is. Zou je een paellapan hebben die te klein is, dan past het er simpelweg niet in. En moet je de garnalen en de zeevruchten op elkaar gaan stapelen. Waardoor het uiteindelijk gewoon geen mooi geheel meer wordt. Ook de mosselen voegen we toe. Die kunnen gewoon rauw toegevoegd worden. Dan koken ze mee met de paella rijst en aan het eind zijn beide gaar. Wil je weten welk formaat paella pan je het beste kunt gebruiken voor welk aantal personen? Kijk dan even op onze website. Bij de recepten zelf hebben we dat staan. En ook als je gewoon even zoekt op paella pan, dan kom je de maten echt wel tegen. Als laatste leggen we de paprika reepjes erbij. En je ziet al, het begint een behoorlijk fotogenieke paella te worden. Dan laten we de paella een minuut of 8 koken op hoog vuur. En zodra de bovenste laag rijst langzaam maar zeker boven het vocht begint uit te komen, wordt het zaak om het vuur laag te zetten. Let wel op dat je het vuur niet te laag zet, waardoor de paella stopt met koken. Hij moet blijven koken, maar zet hem wel zo laag mogelijk. Laat de paella vervolgens nog een minuut of 8 doorkoken, tot je merkt dat al het vocht verdwenen is. Nou,
Nou, hoe merk je dat al het vocht verdwenen is? Dat hoor je. Hier hoor je ook dat de paella langzaam maar zeker begint te bakken. Nu kun je ervoor kiezen om de brander uit te zetten en de paella is klaar te beschouwen. Of je zet de vuur nog heel even hoog en je probeert een laagje sokkerrat te creëren. Dit is niet heel makkelijk, moet ik eerlijk zeggen, en een kwestie van goed ruiken. Maar sokkerrat geeft paella een extra dimensie qua smaak, kan ik wel zeggen. Sokkerrat is eigenlijk een dun laagje aangebrande paella rijst op de bodem van de pan. Geen verbrande rijst, maar aangebrand, gewoon bruin gebakken. Als de paella klaar is, zet je het vuur uit en laat je hem nog een minuutje of vijf staan. Op deze manier kan het laatste restje vocht verdampen, kan de rijst de laatste smaak opnemen en kan de ergste hitte uit de pan verdwijnen. Na een minuut of vijf kan de paella op tafel en wordt het tijd om te gaan genieten van een heerlijke maaltijd. Wil je dit gerecht zelf graag een keer maken? Kijk dan op onze website paellas.nl of klik op de link hieronder de video. Bedankt voor het kijken.